Dus we gaan echt een mooie tour doen. Een ander nummer op de plaat, When Summer Ends. Dus het nummer is eigenlijk al anderhalf jaar oud zo ongeveer. Heb je nou het gevoel dat nummer op zijn plek, op de juiste plek is nu Hear Me Out uit is? Ja, absoluut. We hadden het nog niet, omdat When Summer Ends was geschreven na Unwind. Dus Unwind was al uit. Dus door omstandigheden hebben we relatief lang gewacht met het uitbrengen van het tweede album. Dus ik vond nog wel dat, het, zeg maar, dat we het op het album moesten zetten. En hij past heel goed tussen de liedjes op het tweede deel. Die toch een beetje wat ingetogener zijn. Wat experimenteler hier en daar. En daar past hij goed tussen. Ja, Unwind is een paar maanden geleden ook uitgekomen in België. Nu, je nieuwe albums die komen nu ook uit in België. In Duitsland, ja, daar loopt het al aardig. Heb je nu het idee dat het in België ook al dat daar een voortgang in zit? Ja. Nou, in België zijn we ook deze zomer, dat hadden we er ook nog bij. We zijn een paar keer naar België geweest voor promotie. Waaronder twee televisieoptredens. Nou, dat zijn goede stappen. We hebben een paar dingen in de media gehad. Een paar dingen in de pers, zeg maar, in de geschreven media. En dat gaat hartstikke goed. En we zijn er nu inderdaad een plan aan het maken om het tweede album, Take Me In, Hear Me Out, ook te gaan uitbrengen. En die komt daar als één geheel uit en niet als twee losse dingen? Ik denk dat we het op die manier gaan doen, ja. Oké. Okay. Laatste vraag. Wat staat er op de korte termijn allemaal te gebeuren in het kamp van Velzen? We gaan heel binnenkort op tour. Dus vanaf half oktober beginnen we in Paradiso. We gaan naar Enschede, Heerlen, Haarlem, Rotterdam, Groningen. Dus we gaan echt een mooie tour doen, een clubtour. En dat is alweer een tijdje geleden dat we echt een eigen productie gedaan hebben. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. We zitten nu midden in de voorbereidingen daarvoor. Dus dat is, ja, daar kan ik me heel erg op verheugen. Kijk, festivals, dat is natuurlijk te gek en het is buiten en het is zomer. Maar daar ben je wel onderdeel van de line-up. En bij Clubtour is het echt een intiem samen zijn en kan je nog meer opbouwen met de zaal. En kan je echt je eigen ding doen, kan je nog meer, zoals de vorige keer hadden we echt een heel akoestisch gedeelte. Dan kan je zeggen, ja, dat doen wel meer mensen, maar we hadden het, zeg maar, echt, zeg maar, onuitversterkt. Midden in de zaal hadden we een klein podiumje neergezet en was het dus ineens, in Paradiso was het muisstil. Maar later hoorden wij van de Paradiso mensen dat het nog nooit muisstil was geweest in Paradiso. Dus ja, om even aan te geven dat je dan ook echt, zeg maar, je eigen ding kan doen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, want het eerste gedeelte, het Take Me In, is wat meer op tempo, Hear Me Out, iets rustiger, meer ballads. Wordt het een spektakelshow of wordt het juist een hele intieme, rustige show? Wat zijn daar al ideeën over? Ja, het zal een beetje van allebei worden natuurlijk. Ik bedoel, dat zijn we denk ik ook verplicht aan de albums. Ja. En we spelen natuurlijk ook de singles van Unwind. En ik ga er nog niet te veel over zeggen, maar we hebben al hele toffe ideeën. Oké, dankjewel voor de tijd.